Bevestiging in de studie, dat de klant inderdaad op zoek is naar, houvast, naar een sterke basis. Die duurzaamheid, die prijs-kwaliteit verhouding, die eerlijkheid. Dat is iets waar wij ook heel sterk in zijn, ook als merk. Dus dat was echt wel een mooie conclusie om te zien. Bij Colruyt is een zin die constant terugkomt. En die zin is, we doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Doen wat je zegt, dat lijkt simpel op het eerste gezicht, dat is verdorie moeilijk. Zowel binnen de organisatie, maar ook naar onze klanten toe en naar de andere stakeholders. Maar het ook zeggen naar de buitenwereld. Soms zeggen dat je het doet, maar ook soms zeggen dat je het niet kan doen. Dat je geen oplossingen kunt aanbrengen. Ik vond het een heel inspirerend evenement. Goed kort gebracht. Over de middag dus is het altijd aangenaam om er eventjes tijd voor vrij te maken. En we hebben er toch 2-3 dingen uitgehaald waarmee we zeker in de toekomst aan de slag gaan halen. Ik moet zeggen, het onderzoek heeft ons, omdat we daar net al zoveel mee bezig zijn met veerkracht voor een populaire krant, bevestigt het gelukkig wat we al dachten. Ik was heel blij dat toegankelijkheid helemaal bovenaan stond bij ons, omdat we daar zo hard in investeren van journalisten mogen niet schrijven om te tonen hoe slim ze zijn. Ze moeten zich in de plaats van die lezers stellen en zorgen dat die vooral heel vlot tot aan de informatie geraakt. Daar werken we heel hard op, dus wij waren heel blij dat dat helemaal bovenaan stond. Ik vond het heel inspirerend, de studie op zich. Ik zou graag ook nog wel wat insights krijgen over sector en bepaalde doelgroepen. Dus ja, het vraagt naar meer.